Vanavond de première van All-Stars 2. Helaas zonder Anthony Kamerling. Zien jullie All-Stars 2 ook een klein beetje als een eerbetoon aan Anthony? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat dat het absoluut is natuurlijk. Hij zat hartstikke in het eerste script ervan. En toen hij de oplossing niet meer was, was het echt voor iedereen enorm slik of ze nog wel door wilden gaan. En toen hebben ze echt uit naam van Anthony gedacht, ja, dat gaan we wel doen. Want Anthony had dat ook absoluut gewild. Ik heb in voorstukjes scènes gezien en die zijn ontroerend. En een mooie ode aan Anthony en die vriendschap van die zes jongens die er nu vanaf straalt. Dat waren er zeven en op een gegeven moment realiseren ze zich dat. En dat is aangrijpend, ik kan niet anders zeggen. Een hele mooie ode aan de grote acteur die Anthony was. Ja, nee, ik denk ook dat we vanavond stil moeten staan bij Anthony. Er zit volgens mij een hele mooie scène in de film. Ik heb hem niet gezien, hè, maar waar het nummer van Anthony ook gezongen wordt toen ik je zag. Dus ja, een eerbetoon zeker. Absoluut, maar ik denk ook dat dat iedereen die aan deze film heeft meegewerkt Anthony heel erg in zijn hart heeft. En ik denk zeker dat het een eerbetoon aan Anthony is. Maar het is ook gewoon een nieuwe film en een verhaal wat doorgaat. En, maar ja, het is heel heftig. Ja. Volgens mij is het absoluut een eerbetoon aan hem. En ik verwacht dat het voor de rest een hele mooie film gaat worden. En een hilarisch film, net als het eerste deel. In zeker opzicht natuurlijk wel, maar dat komt omdat hij er niet bij is. En aan de andere kant vind ik dat je het gewoon moet zien als een film op zich. Absoluut. Zeker? Zeker. Ja. Een mooi monumentje. Een klein altaartje zit er voor hem in. Ja. Ja, dat is absoluut de bedoeling. En daarom is het ook een hele gemengde avond om als familie in de zaal te zitten. Omdat hij is er niet meer. En we weten allemaal waarom hij er niet meer is. En weten allemaal hoe hij naar deze film uitkeek. En dat hij dan op een bepaalde manier er toch in zit. Dat is heel wrang, maar ook heel mooi. En het schijnt echt kippenvel te zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ben echt heel erg benieuwd. Omdat ik natuurlijk Anthony zelf ook twee seizoenen mee gefilmd heb. En het voor mij ook heel erg heftig is. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gedaan hebben. Is het lastig voor je om hier nu zo te staan? Nou, nu gaat het nog. Ik sta aan het begin van de loper. Ik weet niet of ik daar aan het einde nog volhoud. Wat zeg je? Maar nee, het is oké. Okay. Ik bedoel, je bent hier voorbereid. Je weet, ik heb de film gezien. En het is oké. Okay.